Het is de 19e keer dat de Chinese lunch, niet de lunch voor Chinese mensen, maar de Chinese lunch voor Nederlandse mensen, plaatsvindt. Dat is begonnen 90 jaar geleden, zoals ik al zei. En het gebeurde in het restaurant Jasmijnkade in Amstelveen. In het restaurant van Jane en Henry Low. Jane Low is hier aanwezig. Dus steek je handen even op als je wilt. En ongetwijfeld is haar echtgenote Harry Lo, de initiatiefnemer van destijds, in onze gedachten ook aanwezig. Ik wou een paar feiten hier nog aan toevoegen. Eén, de Chinese gemeenschap die is destijds tot het plan gekomen uit een gedachte van de ouderen van vandaag, hebben de samenleving van vandaag in het verleden opgebouwd. Zo goed als ze dat kunnen en ook heel goed. En dan moeten ze voor beloond worden één keer per jaar. Vanuit een, ja, ik moet het even, toch even zachtjes zeggen misschien. Vanuit de Chinese boeddhistische tempel, Hoa, op de Zeedijk, is dat initiatief destijds tot stand gekomen. Waarbij ook dus Jane Low en Henry Low allebei bij betrokken waren. Voordat ik straks het woord geef aan onze geachte lieve burgemeester Mirjam van het Veld, wou ik eventjes die mevrouw van die tempel, mevrouw Roe Jou, even hier naartoe halen voor een paar welkomstwoorden. Hallo. Welcome all of you to come here. I'm honored to attend this invitation. First of all, I wish you a thank you. Our BRIA associations as supervisor, Madam Liu Luo Meizhen. She's held this lunch for you. I hope you will accept this lunch and we'll be very happy of that. We should respect all of you to be happy today. Yeah. Thank you. Onze burgemeester Mirjam van het Veld. Ja.
Ja, goedemiddag allemaal. Ik kwam al een heleboel van u op de trap tegen. Allemaal al uitgelaten. Volgens mij heel erg opgetogen om hierheen te komen. De 19e keer alweer. En dat allemaal dankzij mevrouw Lau en de Chinese gemeenschap. Ja, dat kunnen we niet vaak genoeg benadrukken. Want ik vind het echt een fantastisch initiatief. We zijn een internationale gemeenschap en dat we ook via zo'n lunch op deze manier met elkaar verbonden zijn door zo'n initiatief, geweldig. En nou is het leuk, want een heleboel van u ken ik nog niet, maar inmiddels, ik ben hier natuurlijk een goede 3 maanden, zie ik dan ook alweer bekende gezichten die ik al eerder heb ontmoet. En mensen waarvan ik wist dat ze zouden komen. Mensen die er voor het eerst zijn, mensen die hier al voor de 3e, 4e keer zijn. Nou, het is mijn eerste keer, maar ik heb zoveel over deze lunch gehoord. Het gaat heel lekker worden. Ik heb het net zelf in de keuken mogen zien. Het ziet er fantastisch uit. Het wordt echt lekker. U heeft de menukaart al gehad. Maar het gaat vooral ook heel erg gezellig worden. En het is fantastisch dat dit voor u georganiseerd wordt. En heel erg verdiend, zoals meneer de Bie net aangaf. U heeft heel veel voor de opbouw van ook deze samenleving betekend. En dit is ook een soort eerbetoon aan u. Dat u lekker mag eten, lekker een uitje heeft. Dat u het gezellig met elkaar heeft. Soms komt u bekenden tegen, is er even bij. Of u doet nieuwe contacten op. Fijn dat het hier allemaal kan op het gemeentehuis. De gemeenteraadsleden, hier staan ze allemaal en het ziet er toch heel professioneel uit. Die gaan u allemaal bedienen, zoals ze normaal altijd met alle inhoudelijke dossiers ook u ten dienst staan. Maar nu gaan ze dat heel letterlijk doen door u het eten straks te brengen. Ik kan u alleen maar een hele fijne lunch wensen, maar ik wil even een paar mensen in het zonnetje zetten. Allereerst natuurlijk toch mevrouw Lo. Ik heb bloemen voor u, want ik vind nog een keer een applaus. Het is geweldig wat u heeft gedaan. En dan meneer Bekkers. Of die ook even naar voren wil komen. Want deze meneer heeft hij ook enorm veel, gaat hij betekenen. Hans de Bie heeft 19 jaar ook dit allemaal georganiseerd. En deze meneer gaat het overnemen. Fantastisch, ook voor hem graag een groot applaus. En tot slot natuurlijk meneer Hans de Bie. Kom er even bij. 19 jaar trouwe dienst. En dit is zijn allerlaatste oudere lunch. En hij doet nog zoveel meer ook voor deze samenleving. Maar fantastisch dat je dit hebt gedaan. Ik heb er heel veel over gehoord. We hebben elkaar ook al eerder mogen ontmoeten. En het eerste wat je tegen me zei, de oudere lunch, daar ben je toch wel bij, hè? Nou, absoluut. Ik zou het niet willen missen. Dank, dank voor alles wat je hebt gedaan. En we gaan elkaar nog veel tegenkomen. En geniet ook een beetje nog van deze laatste keer dat jij hierbij aanwezig bent. Een hele grote bos bloemen en een dikke kus. En er staan ook nog een heleboel mensen in de keuken die vannacht bezig zijn geweest om het eten klaar te maken. En het ziet er echt fantastisch uit. Mag ik ook voor hen een heel groot applaus? Ik wens u een hele fijne middag met een hoop leuke contacten, veel plezier. En dan hoop ik dat u hier weer lekker van mag genieten vanmiddag. En voor de mensen die dat graag willen, voordat we zo aan de lunch beginnen, vraag ik nu even een momentje stilte. Ik wens u allemaal eet smakelijk en een fijne middag. Dank u wel.
Even zien, wie heeft hier? En die is vandaag jarig. Ah. En nou lijkt het me leuk om even te zingen. Kan dat even? Ja, oké. Ja? Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven, ieder Korea, ieder Korea, ieder Korea.
Duitsers die daar iemand moet helpen. Ja, I'm